Ja, Luigi Bruins, morgenavond tegen Feyenoord. Er worden al een klein beetje grapjes gemaakt, voelt als thuiskomen. Doet een wedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip nog iets met jou? Of is het inmiddels een van de vele wedstrijden? Nou, het is inmiddels wel een van de vele wedstrijden, denk ik. Het is nu wel een tijd geleden dat ik daar ben vertrokken. Nou, het blijft natuurlijk een mooi stadion. Het is in dat opzicht is natuurlijk wel een speciale wedstrijd. Ik bedoel, Eindhoven, Arena en de Kuip zijn natuurlijk prachtige stadions om in te spelen. En in dat opzicht, wat ik al zei, is dat wel een leuke wedstrijd, ja. Met welk idee gaan jullie daarheen? Ja, wij gaan met het idee om daar gewoon te winnen. Dat is in principe toch hetgeen waar we daarheen gaan. Uiteindelijk moet de wedstrijd blijken of we met een punt genoegen moeten nemen of misschien zelfs 3 punten mee kunnen nemen. Ja, wie weet kan het ook zo zijn dat we gewoon ons mond moeten houden na een nederlaag. Maar ja, wij gaan er gewoon heen met het gevoel van dat we daar kunnen winnen. Is dat realistisch, denk je? Ja, ik denk van wel. Ik denk dat we de afgelopen weken toch wel goed in ons vel zitten. Ook Feyenoord zitten de laatste weken redelijk in hun vel. Het gaat wat beter als natuurlijk na de winterstop. Qua resultaten in ieder geval, het voetbal is nog steeds niet echt om volgens mij over naar huis te schrijven. Maar daar werken ze ongetwijfeld heel erg hard aan. En aan ons om gewoon proberen om daar punten weg te halen. Ja, want je ziet ook bij Feyenoord dat ze tegen clubs als Roda, Cambuur, De Graafschap in eigen stadion gewoon moeite hebben. Nee, dat is wat ik bedoel. Ik bedoel, het spel maken is misschien toch niet het sterkste punt op dit moment. Of in ieder geval niet waar ze het meeste vertrouwen in hebben. Dus dat zullen ze waarschijnlijk tegen ons ook moeten doen. En wij gaan daar gewoon heen om een mooi resultaat te halen. En dat zou 3 punten kunnen zijn. Dat kan 1 punt zijn en wie weet.